Het Landelijke Coördinatiemechanisme Suriname, CCM Suriname, zal ervoor zorgen dat Suriname in 2021 malariavrij is. CCM Suriname heeft in maart 2018 goedkeuring gekregen van de Global Fund van ruim 2 miljoen US dollar voor het nieuwe malaria-project. Op weg naar malaria-eliminatie, uitbreiding van testen, volgen en behandeling in mijngebieden. Dit project is van de maand begonnen en zal 3 jaar duren. Het project zal worden uitgevoerd door het ministerie van Volksgezondheid en is gebaseerd op het Nationaal Malaria Strategisch Plan van Suriname. Dit plan is gericht op de beheersing en mogelijke eliminatie van malaria in Suriname. Het thema van Wereldmalariadag dit jaar is Klaar om malaria te verslaan. Op 25 april wordt wereldwijd stilgestaan bij deze dag. Dit meldt de CCM Suriname in een persbericht.